Een heel goede avond. Fijn dat u kijkt naar 1. Straks start het nieuw seizoen van de spannende reeks Witse. In de eerste aflevering moet hij de moord op een jong meisje oplossen en hij tast daarbij in het duister. En ook wij tasten nog eventjes in het duister, maar vanavond komen we eindelijk te weten wie naar Athene mag. Er is nog niets beslist, alles is nog mogelijk en dus de 7 finalisten gooien zich voor een laatste keer in de Eurosong Arena. Veel kijkplezier. Vlieg goedkoop naar de sneeuw of de zon via jetairfly.com. Doreen, het is zover. Wie gaat naar Athene en waarom? Ja, je bent bijna geneigd om de goden aan te roepen. Ik zie ze al een beetje. Vrees niets, meisjes. Het zijn wij maar. Ja. Nicole en Hugo, hebben jullie nog een laatste raad voor de finalisten? Blijven ademen, maar vooral... Vergeet de danspasjes niet! Take it away, Bart! Geen winst in het tennis vandaag. Wel een ticket naar de Acropolis. Live vanuit een overkokende Studio 100. De nationale finale van Eurosong. Hier is Bart Peters. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Heeft u een finale gevoel? Zeer fijn, dan klopt het helemaal, de finalisten ook, want dit is de grote finale van Eurosong 2006. Ook wel bijgenaamd het Griekse drama, u zal dat allemaal merken, dames en heren. Wie mag ons land vertegenwoordigen in mei in Athene op het grootste muziekfestival ter wereld? Ah, u weet het al. We zullen het eigenlijk pas binnen een tijdje weten. Voorlopig zijn ze namelijk, dames en heren, nog met z'n zevenen. En er is maar plaats voor eentje op die boot naar Athene, die blijkbaar nu in onze rivier al aan het vertrekken is. Ik doe even plechtig, dames en heren. Welkom, Vlaams minister-president, meneer Yves Leterme. Bedankt voor uw komst naar de studio. Ook hartelijk welkom, VRT-opperhoofden Aimé van Ecke en Bettina Gijzen en Tony en Marie. Welkom ook, Hare Majesteit, de koningin, meer bepaald van de Belgische soul. En dat is dan Natalia, natuurlijk. En de doorluchtige kroonprinsessen Sandrine en Hadize van de R&B, dames en heren. We verwelkomen eveneens een eminence grise, dames en heren. Het ouderdomstelevisiedekentje van de talkshow. Jan van Rompuy is hier gewoon volledig aanwezig live. En uit het Godenrijk begroeten we natuurlijk de echte Nicole en Hugo, dames en heren. En uit het rijk van de gewone rijkdom hebben we natuurlijk ook de gokchinezen. Gaat alles goed met jullie jongens? De gokchinezen, alles prima? Ja, niemand bedreigen en zo, hè. Hou het gezellig, dan is het allemaal fantastisch. Hartelijk welkom allemaal. Voor we aan beginnen, wilde nog graag iemand een woordje zeggen. Hij heeft weinig recht van spreken, want uiteindelijk heeft hij het Songfestival maar 1 keer gewonnen. En dan nog als gitarist. Johnny Logan heeft het gewoon 3 keer gewonnen. Maar goed, hij wilde een raad geven aan de finalisten voor wat het waard is. Het gaat om een zekere Björn uit Zweden. Hallo Bart. Hoi. I'm no expert, but, you know, I've been partaking in Eurovision. If I have any kind of advice to groups or artists who want to make an entry, it is that don't try to sound like ABBA. Well, that's a good advice, isn't it? Maak u zich geen zorgen, Björn Ulvaeus. Niemand is hier van plan om ABBA na te doen. Trouwens, die carnavalspakjes waren gewoon uitverkocht bij de carnavalswinkel. Thank you for the music. En vanavond geldt natuurlijk maar 1 ding. Spijtig genoeg, the winner takes it all. Maar we hebben nog een paar verrassingen vanavond, mevrouw de voorzitter, Jasmin. Deze finale wordt via het internet in heel Europa uitgezonden. Het zit morgenmiddag trouwens ook via BVN in heel Europa op de televisie. En we krijgen
onverwachte hulp. Ja, we hebben dus een Eurosong jury. Dat is een jury uit drie landen die eigenlijk de voorbije 8 jaar tijdens een televoting toch wel de goede uitslagen in het Songfestival altijd voorspeld hebben. Dat zijn hele belangrijke Europese bondgenoten. We gaan even kijken of die mensen nu al op post zijn. Goedenavond, Duitsland. Ja, dat klopt. Dat is Tina uit Duitsland. Polen, bitte, hallo, herzlich willkommen. Ja. En Israël, bonsoir, goedenavond. Ja, dat is geweldig. Hoe gaan zij te werk, mevrouw de voorzitter? Wel, per land zijn het 8 mensen die van de jury deel uitmaken, waarvan er 4 zelf in de muziek zitten. Ja, voor de rest hebben ze alle mogelijke leeftijden en alle mogelijke geslachten, zeg maar. Alle mogelijke geslachten, ja, dat klinkt heel goed. En ze sturen hun onze punten op, dat is geweldig. Ja. Die Eurojury, dames en heren, die komt erbij en daarom tellen uw punten vanavond simpelweg 3-dubbel. Dus dat is wel erg belangrijk. En voor de digitale telenetkijkers geldt, u moet drukken op welke knop? De rode knop. Dat komt van een goede. Oké, dat is prima. Marcel, ja, het is de finale. Je kan het nu toch moeilijk nog allemaal slecht zitten vinden. Wat zit je hier dan te doen? Ah, maar dat vraag ik mij al 7 weken af eigenlijk. Want ik ben van beroep eigenlijk televisiepresentator. En ik had het wel graag gepresenteerd. Maar ja, ze hadden al iemand. De naam ontschiet mij even. Ik heb nog even geprobeerd als zijnde Marcella. Marcella en Doreen. Maar ik had niet genoeg humor. André Vermeulen, weet jij welke finalist ons de overwinning kan bezorgen in Athene? Wel, dat is een beetje moeilijk, want ik ken nog maar 10 van de 38 liedjes die hier straks in Athene te horen zullen zijn. Maar als er eentje bij is, dan heb ik toch echt al wel een idee welk. Wie weet dat al? Dus 10 van de concurrentie. Mr. Johnny Logan, in the first place, thank you for uw vakkennis and flying to us every week from Ireland. Thank you. Thank you. We zullen hem even vragen naar zijn belangrijkste herinnering hier aan dit Eurosong gegeven. If you have to take one memory away home of those 7 weeks, what would it be? Zijn belangrijkste herinnering wat hij hier geleerd heeft? Well, I've always wanted to know the answer to one question, and it's been answered on this show by Marcel. I wanted to know how Harry Potter would look when he became an old man. Harry Potter eruit ziet als hij bejaard is en nu weet Johnny dat. Johnny Logan en de vakjury, dames en heren. Oké. Yes, thank you. Zullen we beginnen met een eerste finalist. Een live concert van Barbara Dex meemaken. Dat is een absolute aanrader, want ze speelt altijd met de allerbeste muzikanten. En haar stem kan gewoon alles aan. Van de Eurovisie, kleinkunst, iemand als jij. Tot gospel, tot pop, tot soul. En nu heeft ze echt parking gevonden, namelijk in de moderne pop country. Mogelijk wordt Athene in mei het Nashville van Europa. Dat beslist u, dames en heren. Barbara Dex. Crazy! Mensen merken dat ik mij goed voel in mijn vel en dat ik daar nu ook veel meer van geniet. 13 jaar terug was het bril, jong, niet goed weten wat er rondom je gebeurt. En nu sta ik hier wel helemaal anders. Hey! Ik heb ook ondertussen mijn stijl gevonden van muziek en ja, dat straalde ook uit. Je bent gewoon de beste zangeres van deze hele wedstrijd. Jasmin zei wel beste zangeres, maar eigenlijk Marcel van Tilt zei... Het is echt een campus knakkenbroodje waar ik meteen in zou bijten. Het yes. Laatste moment spannend geweest. Maar mag ik zien wat de tussenstand is? Mag ik zien, dames en heren, zilver voor Barbara Dex. Ik ga van de voorronde naar de halve finaal. Ja, dan wil er ook volledig vergaan. Ik ga gewoon voor de eerste plaats, zo simpel is dat. Ik heb het alles meegemaakt. En dan was ik eigenlijk niet zo mee in de gedachte van, Dexke, geniet ervan. En nu zou ik dat, als ik naar Athene zou mogen gaan, zou ik, ja, voor mezelf zou ik dat doen. Dat ik dat moment zo nog eens kan beleven zoals ik nu de dag van vandaag ben. Dus ik zou het opdragen aan mezelf. Barbara Dex! Dag Barbara, hier staan we. Zo ver al geraakt, wauw.
13 jaar geleden stond je hier ook. Dan zag je er trouwens zo uit. Dat was ook heel mooi, maar helemaal anders. Hè? En toen ben je gewoon gegaan. Gaat dat dit jaar ook gebeuren? Ik hoop het. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Want nu in de finale wordt het toch serieus en zo. Hoe ontstress jij? Hoe kom jij tot rust in deze dagen? Vooral als ik thuis kom zo. De kindjes, de man, familie, vrienden. Gezellig knuffelen, tv kijken, ja, zo, ja. Wout, die is nu 4 jaar, hè. Kan hij je liedje al zingen en hoe klinkt dat dan? Hij kan het inderdaad zingen, maar ja, 4 jaar, Engels repertoire. Is maar... Hoe klinkt het dan? Ze zo, let's get, ha, everybody, crazy, woo! Jump. Ja, woo, dat is een veraltaal, oké. Okay. Je bent heel mooi en heel blits met je kapsel en je bent nog een paar kilo afgevallen. Hoe komt dat eigenlijk? Stress. Sorry. Zeg, en jij bent een geweldige zangeres. Als jij daar zou staan in Athene, hè, één ding zal jou nooit overvallen. Dat is dat je plots niet meer kan zingen. Ik ken hier mensen die hier aanwezig zijn die dat wel hebben voor jou ook. Hè. Nee. Hij kon gewoon niet meer zingen, alhoewel hij had toen wel gewonnen, Johnny Logan. Heel veel succes, Barbara Dex. Een finale swingend beginnen is nooit fout. U gelooft het niet, maar het nummer heet nog altijd Crazy. En het werd geschreven door Alides Hidding en André Remkes. Alle finalisten, alle 7, hebben natuurlijk recht en reden om naar Athene te gaan. Het is nu gewoon een kwestie van smaak en voorkeuren. Uw smaak en uw voorkeur. Op ieder potje past een Dex. Barbara bijvoorbeeld. Barbara Dex.
Topper, Barbara. Wauw. Laat ons beginnen bij André. Wel, Barbara, country gaat tot nu toe op het Songfestival meestal nogal onopgemerkt voorbij. En ik twijfel ook een beetje of dit liedje echt genoeg zou opvallen of zou blijven hangen. Het is wel, vind ik, super professioneel gezongen en heel aanstekelijk enthousiast. En de laatste jaren zijn er ook een aantal liedjes op het Songfestival toch onverwacht hoog geëindigd. Hoger dan verwacht, precies door de vertolking. Dus voor mij ben je nog een beetje een twijfelgeval. We gaan naar Jasmin. Ja, weer om geweldig gezongen. Ja. Ja. Doe het maar eens, ja, in dit deze omstandigheden. Dit is vanavond echt een slachtpartij, vind ik. Het enige wat eigenlijk belangrijk is nog vanavond is Athene, ja of nee. En jij ziet er in elk geval elke week beter en beter uit. Ik heb me al afgevraagd waar het zou eindigen als deze wedstrijd nog een paar weken verder zou gaan. Alsjeblieft. Van je zang zal het in geen geval afhangen. Maar volgens mij is je song bij eerste beluistering, want wij kennen deze song natuurlijk nu al... Gedurende de week kennen we hem al goed, kunnen we meezingen. Volgens mij is jouw song bij eerste beluistering niet sterk genoeg voor Athene. We gaan naar Johnny Logan. Of wil je daar nog iets aan toevoegen? Nee. Dat was het beste. Dan gaan we naar Johnny Logan. Johnny Logan, oké, that's me. You're not getting older, you're just getting better. And you got a great voice, and it's a great song. I still feel the same. I'd love to hear Mutt Lange produce this song. Hij vindt het een heel mooi liedje. En hij vindt jou alsmaar beter. En hij zou heel graag de producer van Shania Twain, die Mutt Lange, die volgens mij ook Def Leppard heeft geproduceerd, trouwens, erbovenop willen. He was as well, yeah. But you should be very proud of yourself and hope your family are tonight as well. Well done, Def. Zeer positieve woorden van Johnny Logan, dus we eindigen met Marcel. Ja, ik wil toch even zeggen, met al die nieuwe juries en driedubbele punten voor de éénkijker, weet je wat mijn stem waard is, Barbara? 2,5% van de totale uitslag. Er zijn zelfs btw-tarieven die niet zo laag zijn. 2,5%. Dus vandaag in deze erop of eronder show ga ik gewoon mijn eigen smaak verdedigen. Ik vind Crazy een geweldig liedje. Als je in een pick-up truck zit van Amarillo naar Dallas in Texas, yeehaw, zo met een strohalm en dan met je elleboog buiten. Echt een fantastisch liedje. Leuk tussendoortje, maar meer ook niet. En het moet vandaag ietsje meer zijn. Ik vind jou als artiest en als vrouw fantastisch. You drive me crazy, maar het liedje niet. Op naar minstens Amerika. En de éénkijker moet nog bellen. Veel succes, Barbara Dix. Ja. Van Torhout, West-Vlaanderen, tot in Griekenland. Van op de Brimalaya tot in de woestijn. Brahim is de tweede finalist, want er kon er maar één de wildcard zijn. De vakjury was laaiend enthousiast over zijn nummer Power en ook de verbouwingen die Brahim daar eigenhandig had aan toegevoegd. Ja. En men is ook erg opgezet over die Rai-beat, die typische beat die in dat nummer zit en die nu hoogtij viert in alle Europese discotheken. En Jasmin die merkte vorige week op dat Brahim allerlei rode lopertjes had gelegd naar Frankrijk en zo. Slim van onze tweede finalist, Brahim. Ik mocht eigenlijk niet in de finale staan, ook al omdat ik allochtoon ben, snap je? Mijn visum was... Nee, stel je voor. Nee, inderdaad, ik mocht normaal niet in de finale staan. We waren maar vierdes. Maar dankzij de vakjury en de wildcard sta ik er terug. Dat is echt wel straf, omdat het blijkt dus wel dat mijn boodschap is overgekomen en daarvoor was ik hier ook. Wel, mijn boodschap is om op die 3 minuten dat we krijgen om ons ding te doen en om het nummer te brengen, de mensen eventjes de ogen te laten sluiten en te denken van, oké, Sava, waar zijn we mee bezig? En even die respect en die verdraagzaamheid op nummer 1 zetten. Marcel Smeet, zijn boekje in het water. Ik dacht eerst van, ik zeg, wow, het was niet goed of zo. Maar uiteindelijk zei je dan... Ik denk dat ik misschien wel de winnaar van heel Eurosong 2006 gezien heb. Wow, that's brilliant. That is so good. Stel dat de mensen mij kiezen om naar Athene te gaan, dan zou ik het maar aan één iets opdragen. En dat is aan alle kijkers, uit welk land dan ook, om even die 3 minuten te pakken en te zeggen van, boom. Hier draait het gewoon om. Brahim!
Gelukkig is alles nu goed, want dat is de hele week niet zo geweest. Er logeerden 4 Russen in uw keel. Waren dat sympathieke mannen? Nee, het is te zeggen, die hebben dus heel mijn keel open gerust. Ja, ja. Dat is een probleem. Je had een keelontsteking dus. Hè. De vakjury en de mensen waren laaiend enthousiast over power. Wat doet dat met een mens? Wat is dan jouw reactie? Dat voelt enorm goed. Je beseft dat op de eerste moment niet. Als je daar staat, sta je zo wat van, amai, ja, allee, fantastisch. Allee, en dan gaat het zo door. En nadien besef je dan van, wauw, dat zijn eigenlijk wel echte kenners in het vak. En dat doet wel goed, ja. Ik moest van mijn jongste dochter vragen naar jouw graancirkels. Er zitten namelijk als we dat kunnen zien, er zitten namelijk graancirkels inderdaad op je baard. Waarom? Dat komt voor mijn voorliefde voor graankorrels. Ik eet dat iedere ochtend. Ik geloof je. En van mijn oudere dochter moest ik vragen, Brahim, zou je alsjeblieft nog eens 1 keer willen doen wat je deed de allereerste keer dat je op de televisie kwam bij Idol? Wee, alsjeblieft. Transformation pack. Alles loopt gesmeerd met Brahim. Brahim wil dat u hem goed begrijpt en zijn boodschap van respect kan nooit op een beter moment komen. Hij zingt natuurlijk, maar hij werkt samen met zijn rap-compaan Artie Bang, die een grote producer is en een straffe gast in Frankrijk. Dames en heren, het is nu zeer belangrijk dat u luistert naar de kracht van de power, van de boodschap, van de message, van het respect van Brahim. Yeah. I want you to listen. Everybody listen here to what I gotta say. See, I'm not naive and I can't change the world all by myself anyway. I got the right to speak my mind, share thoughts with the majority. Cause I stand for equality, peace, love and unity. Mais comment une seule idée, seule pensée, un seul monde. Et pourtant, je vois des gens déchirés, faire la gare pour rien important, y'a rien. J'allume la télé, je ferme les yeux, je vois trop de mecs qui pleurent, des gens qui ont peur, trop de peur. Laissez mon monde sauver, mon bouclier, feuille de pas, je suis en guerre contre la haine, au nom de la paix. Et puis depuis j'avance et je m'en rends compte que le combat est loin d'être fini. Pour l'amour du peuple aimant, petit chat. It's time to open up those eyes of yours. Think about the waste of time they put in battling endless wars. We got the right to stand up and fight for the sake of the innocent children who cry. Seeking divine guidance, I raise my eyes up to the sky. Brahim, merci, Bang, allons de force et de croyance. Prends l'exemple de nos enfants qui réfléchissent, écoute France. Quelque soit notre culture, sans pour une fois tous unis, car pour le monde, plus en paix, un message, tout ce qui se dit. Can't you see what's going on?
Ja, het applaus ligt er niet om, maar laten we misschien beginnen bij Mr. Logan. It's Mr. Logan again. respect for him. Well done, man. I think the song is great and the message is very relevant today, as you said already. Het liedje already. Is fantastisch en de boodschap is nog belangrijker voor vandaag. I also think the performance is great, and for me it's been like that from the semi-final, from the last time I saw you. I thought it was just brilliant. I'm really happy that you're in the final, because this is where you deserve to be. And for me it was all. Hier moet je zijn, want hier hoor je te zijn. En sinds de halve finale en de aanpassingen die je gedaan hebt in je nummer, vindt hij het absoluut fantastisch. We gaan naar Marcel van Tilt. Ja, vroeger had je Angelo Verbranduardi. En ik had zo even iets van Brahim Verbrandugatni. Wat een mooi, dat vuurwerk. Maar dat vuurwerk aan het einde was wel een symbool voor heel je nummer. Want dat begint en van bij de eerste, tweede maat spat het open. Als een ongelooflijk vuurwerk. Het refrein, paf, direct erin. De strofe is zeer goed. Tweede rapper komt erbij, blijft werken. Er gebeurt van alles in het beeld. Ik blijf kijken. Er zit een gewelddadig goede break in het midden. Ruslana, dacht ik opeens. Echt grensoverschrijdende, dat je het nummer plat ligt en dan denk je van, en nu terug dat refrein en dan komt het en je eindigt echt met een climax. Ik ga deze keer niet met mijn notaboekje gooien, ik ga met heel veel punten gooien, oké? We gaan naar Jasmin, naar mevrouw de voorzitter. Goed gedaan, vind ik. Ik ben ook heel blij dat je in de finale zit, wegens vernieuwend, stoer, fris. Ik weet dat je de voorbije weken altijd veel punten van ons hebt gekregen en eigenlijk veel minder van het publiek. Dus ik heb het vermoeden dat jouw song misschien voor het grote publiek iets te vernieuwend is, althans voor het Songfestival. Dus ik zal daar ook met mijn punten, beste Brahim, geweldig rekening mee houden. Dan gaan we afsluiten naar André Vermeulen zelf. Ja. Ik vind het een krachtig lied met een boeiende etnische ondertoon. Sinds de ombouw zit het ook perfect ineen, dat heeft Marcel al uiteengezet. Een sterke boodschap die van alle tijden is. Voor het Songfestival zou dit redelijk vernieuwend zijn, maar ik denk dat het in Athene goed zou kunnen scoren. En dat van een kenner als André Vermeulen. Brahim, je naam rijmt op Sandra Kim. Veel succes! De derde finalist is mooier dan Beyoncé. En ze heeft een zee aan talent en klasse en zang in huis. Naar haar nummer luisteren staat eigenlijk gelijk aan 10 beurten zonnebank. Zo zonnig is het liedje zelf. Vlaanderen, we hebben maar heel weinig wereldsterren. Dus we moeten erg trots zijn op Belle Perez. Hier is Belle. Ja, er zijn misschien wel mensen die zeggen van oké, in de halve finale slechts derde, maar ik zit in de finale, potverdorie, en ik ben heel blij. Voor iets bekendere artiesten die meedoen, heb ik wel zo het gevoel dat je 3 keer harder je best moet doen om je te bewijzen, want mensen hebben al een bepaald verwachtingspatroon van je. Ik vind het eigenlijk wel eens goed. Hup, voeten op de grond en ervoor gaan. Stuur je naar het Songfestival voor België iets Spaans? Taal mag eigenlijk helemaal geen belemmering zijn. Het moet gewoon voilà, stralen en die boodschap die moet eigenlijk uit je ogen komen, door je body language eigenlijk. Dit is een vrolijk feestlied, maar ik ben wel een beetje teleurgesteld dat het net iets minder schittert dan je vorige hit. Ik heb eigenlijk helemaal dat gevoel niet. Ik sta 100% achter dat nummer. Ik heb het geluk gehad dat ik ook met het nummer heb mogen meeschrijven. Eurosong blijft Eurosong. Dat was 7 jaar geleden, in 1999, toen ik heb meegedaan, zo het geval. En dat is dit jaar ook weer zo. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over, dat begint echt te leven. En dat is ook het leuke natuurlijk, dat Jan met de pet op straat daar ook een mening over heeft. En dat iedereen die meedoet zich wel een beetje geviseerd voelt. Maar dat houdt ons scherp. Ik vond die andere outfits ook heel mooi, maar ik vind deze derde keer weer een nieuwe outfit. Een kleur waar alle appelsinen geweldig jaloers zouden op zijn. Waarom heb je nu voor oranje gekozen?
Ja, ik wilde sowieso iets nieuws, maar ja, met de turquoise is een klein ongelukje gebeurd. Het is nogal delicaat allemaal en ja, ik zwier nogal veel op het podium. Maar voor mij is eigenlijk niks zoveel om een nieuwe outfit aan te trekken, dus elke reden is goed. Stukken textiel die wegvliegen bij het Eurovisie Songfestival, men vindt dat helemaal niet erg. Je bent heel druk aan het werken, heeft dat ook voordelen? Goh, eigenlijk wel. Je staat er zo allemaal niet bij stil. Zo vanmorgen ben ik opgestaan, ik heb heel goed geslapen vannacht. Zo van, wauw, het is vandaag zover. Ja. Heb jij nog tijd om iets te helpen in het huishouden of hoe regel je dat? Ik heb een hele lieve mama die regelmatig binnenspringt en die zo'n beetje de was en de strijk doet. Is er een huishoudelijke taak die jij zelf goed kan? Strijken. Zou je zelfs dit ensembletje zelf kunnen strijken? Ik denk, ja, ik durf dat wel aan, absoluut. Ja. Wat misschien nog veel belangrijker is als muzikaal, je hebt een volledig andere aanpak voor deze finale. Vertel. Ja, ik had een beetje de indruk dat ik de essentie verloren was. Als mensen naar mijn concerten komen kijken, is het ook allemaal live en met de muzikanten die op het podium staan. En ik was meer bezig van, oké, nu moet ik naar links en nu moet ik uitkijken, want nu ga ik omhoog. En ik kon mijn boodschap niet meer overbrengen. En niet dat ik de ander niet beter vond of slechter of zo, maar gewoon anders. En okay, vandaag... Je gaat nu veel meer live. Zijn die gitaren ook aangesloten en de stemmen van die gasten enzovoort? Want een klein ding nog, hè, Belle. Uw liedje... Was dat nu eigenlijk wel flamenco? Dus Spaans zingen mag, daar zijn we helemaal uit. Maar ja. Flamenco, mannen. Speel eens flamenco. Dames en heren, olé. Een stuk meer flamenco, dames en heren. Ja, Belle, nog een heel klein ding. Dat is vanavond zo. Je weet dat misschien zelf niet, maar je corazon, je hart, bevindt zich op je billen. So, baby, shake your corazon. Belle Perez, oké. Okay. Belle trakteert ons vanavond in deze grote finale op een lied waarvan kenners zeggen het is genadeloos commercieel. Het is zo commercieel dat zelfs de Acropolis, die daar eigenlijk al staat sinds het Neolithische tijdperk, plotseling zal beginnen swingen op al zijn krakende pilaren. Kortom, el mundo bailando. Dankzij Belle Perez. Ni temores.
We gaan naar de vakjury en we beginnen bij Marcel van Tilt. Ja. Belle, ik ga een liefdesverklaring doen. Ik hou echt van je. Je gaat dat misschien niet geloven, maar ik hou echt van je, want je bent geen verliezer. En dat is een hele mooie gave. Je hebt heel veel op je dak gekregen. Je wordt aangevoerd als de grote, blijkbaar winnaar. Dan krijg je toch wel een beetje een terugslag, want ja, je gaat dan toch maar hakken over de slot in de finale. En je zet hier de beste performance neer van je liedje van de laatste weken. En dat vind ik echt fantastisch. Je bent een heel grote madame en ik wil dat gezegd hebben. Ik heb daar alle respect voor. Je hebt ongelooflijk grote carrière voor je. Of ik dat nu leuk vind of niet, je gaat er toch raken. Maar, en ik ga mezelf een beetje censureren, want er is een groot publiek dat meekijkt. Ik krijg er geen Ella en Doreen gevoel bij. Ik vind het refrein nog altijd een beetje te slap. Maar trek het er niet aan. Mijn mening is maar 2,5% waard. Dan gaan we naar Johnny Logan. Me? Again, I'm sorry, I'm not done here. Yeah, once again, this is a song and a performance that really deserves to be in the final. Definitely. Het hoort hier te staan in een grote finale. Bella, you don't need any advice from me. You're great, you know. Like, sort of, there's nothing I could tell you that could make you better. Eigenlijk anyway. Kan Johnny Logan jou niks meer leren, zo groot ben je in zijn ogen. I still love the key change and I really enjoyed. Hij houdt van de verhoging. I really enjoyed the interaction between the percussion players and yourself. I thought that was great. And the very best of luck. I think it's great. I think the guys did a great job with you. En hij vond ook deze opstelling en jouw interactie met je eigen muzikanten het allermooiste. We gaan naar André Vermeulen. Ja, ik wil het nog maar eens herhalen. Ik vind Spaans geen enkel probleem voor het Songfestival. Ik vind dat helemaal in orde is. Dank u wel, André. Ja. Nee, namens het je hebt hier ook de beste vertolking gegeven van de voorbije drie, vind ik. Maar toch kan het mij ergens nog niet echt overtuigen zoals je vorige hit. En dan heb ik daar een beetje een Clouseau-gevoel bij. Dat is ook weer dubbel. Ik vind dat Clouseau nooit naar het Songfestival had mogen gaan met Geef het op, omdat ze betere nummers hadden. Maar kijk waar Clouseau nu staat, helemaal aan de top. Daar sta je ook en daar zou je ook blijven staan, Songfestival of niet. Hij wenst je 16 Latino-concerten in het Sportpaleis, geloof ik. Jasmin? God, ik heb hier wat woorden opgeschreven. Sterke performance, mooie vrouw, professioneel. Je bent een pitbull, dat vind ik allemaal fantastisch om te zien. Ik hou ook van die danser die er nu bij staat. Dat vind ik een grote verbetering. Ja, je blijft toch een van de topfavorieten van vanavond. En daarom wil ik je graag uitleggen waarom ik niet voor jou als winnaar ga stemmen. Ik heb namelijk de stille hoop dat jij over 2 jaar je terug inschrijft met een bom van een song. Dat hoop ik echt, want ik vind jou namelijk een ideale artiest om naar het Songfestival te sturen. Dat wilde ik zeggen. Ik hoor hier heel veel liefde over het water gaan. En zeker wordt alleen de bal en niet de man gespeeld. En dan moeten de mensen thuis nog bellen. Oké, bellen Perez. U hebt genoeg op mijn afgeleefde bakkers gekeken, dames en heren. Tijd voor de jeugd. Hoe is het met Ella en Doreen? Ja. Bart, ik zit hier bij Barbara. Barbara, ik heb hier de 7 kandidaten van vanavond. Wedstrijd, het is allemaal geen probleem. Maar jij trekt gewoon nu de winnaar en we zijn er vanaf. Ja? Doe je oog toe. Oké. 1, 2, go. Proficiat, je gaat winnen, Barbara. Reactie. Ja, merci. Oh, hey, oh, hey. El mundo está bailando. Ga naar beneden, camera. Oh, hey, oh, hey. The pride of the world. Respect, power. Everybody say pride. Everybody say pride. Brahim, jij bent de afgelopen week en eigenlijk vandaag ook nog heel ziek geweest. Wie brengt dan jouw eten? Wie mijn eten brengt? Dat breng of moet je naar de keuken gaan? Nee, dat ga ik hier in het restaurant boven halen. Hè? Als je ziek in je bed ligt? In Torhout. Ah, in mijn bed? Ah nee, als ik in mijn bed lig, dan ga ik gewoon... Hey, ik ben geen truntemie, hè. Ik ga gewoon uit mijn bed en ga ik naar de kast om iets te eten. En ben jij een gemakkelijke zieke? Of ben jij zo'n typische man die van het moment dat hij een verkoudheid heeft en echt een baby wordt en om de 10 minuten een tas thee wilt? Als ik die tas thee wil, dan zal ik die tas thee zelf maken. Nee, het is ik die ziek ben, dus niet, daarvoor moet een ander niet opdraaien. Hè? Een nieuwe man. Wauw. Een nieuwe man. Bellen. Ja, bellen. Brahim had vuurwerk. En jij had een bosbrand, punzenbrander, hoe je het ook wil noemen. Maar waar kan Els, we kennen Els, waar kan zij nu nog mee afkomen?
Ah, wel, Els kennende, hè, die heeft volgens mij stinkbomen bij. Els, wij zitten ver genoeg van het podium, dus. Belle, vanavond heb jij het nummer liver gebracht dan vorige keer. Wat is jouw gevoel daarbij? Veel beter. De mensen die ook naar mijn concerten komen kijken, die zien mij ook zo staan. En ja, ik vond dat misschien wel een mooie afsluiter. Voilà. Bart, met Belle gaat alles schitterend, om niet te zeggen, muy bien. Zeer fijn. Mag ik dan nu even een technische vraag stellen? Het is niet een fout geparkeerde wagen of zo, maar zijn de ouders van Els de Schepper in de zaal? Met meneer en mevrouw de Schepper, zijn die... Ah, dat zijn jullie. Oké, omdat de vorige keer hadden we jullie niet gezien en Els had verteld, toen bleek dat jullie dochter naar de grote finale ging, dan schoot de papa in tranen eigenlijk. En dat is wel lief, zo'n fiere papa. Dus we zijn heel blij dat jullie vanavond ook weer bij zijn. Want onze volgende finalist, dames en heren, die is zo druk bezig met haar theatertour dat het ongelooflijk is dat ze überhaupt nog tijd had vanavond om hier te kunnen zijn. Het is een wonder. De hartveroverende Rosse Roos uit Antwerpen, Els de Schepper. De Schepper. Ik doe alles in het leven voor de fun, hè. De misvatting is dat als je iets voor het plezier doet, dat mensen dan denken dat je het niet serieus neemt. Ik ben een clown die in het circus staat, maar een clown werkt heel hard aan zijn act. Het was een ongelooflijke verrassing dat die punten alsmaar omhoog gingen. De muzikanten, ja, oh, nee, we hebben kans, ja, nu, ja. Ze sprongen allemaal omhoog en ik had zoiets van, ja, ik wist het. Zullen we afspreken dat als je de finale haalt, dat je dan naakt komt? Doe me toch dat ik dat beloofd heb om in mijn blote te komen staan, hè. Ik ben zo nogal geneigd om mijn beloftes te houden. Ik heb er nog niet over nagedacht, moesten we naar Athene gaan of dat we dat dan in Nederlands of in een andere taal gaan zingen. Maar waarom niet in het Nederlands, hè? Ik denk ook dat als je het goed zingt, hè, dat de intentie van het lied hoe dan ook doorkomt. Ik zou het heel leuk vinden, moesten ze allemaal voor mij stemmen. Dat meen ik nu echt waar. Dan moeten ze allemaal ook mee naar Athene en zo, hè. Ik bedoel, vliegtuigen vol met mensen en zo. We pakken dat spel daarover. Een vliegtuig vol plezier naar Athene. Dat is toch geweldig. De Schepper! Maar dat is mooi, zeg. Dat is mooi. Amai, amai, amai. Maar dat is echt heel mooi. Els de Schepper, je ging wel blootkomen, dat had je beloofd. Ja, ik heb daar ernstig over nagedacht en ik wou het eerst echt doen, maar ik kwam daar straks in de gang onze Yves tegen, Yves Leterme, en die heeft op zijn twee knieën gezeten en die zei, Els, je gaat toch naakt alsjeblieft voor Vlaanderen, doe het, dat is schoon, zo naakt van voor, van achter, dit en dat. Maar die mens was zodanig helemaal over mij dat ik dacht, nee Yves, dat kunnen we niet doen, jong, voordat je het weet komt daar een relatie van. En dan zijn we zoals die madame van de PS met Rick Daams en wie nog allemaal, alleen en mee en Bettina. En ja, dan moet altijd de vrouw een stap terugzetten, maar ja, ik wil wel naar Athene. We hebben je helemaal begrepen. Ja, heel goed. Oké. Je wilde eigenlijk ook nog een cadeautje uitdelen? Ja, ik heb de afgelopen... Sorry, Ayla. Ik heb je een knots met de microfoon. Ja. Ik heb de afgelopen weken nogal ingezitten met onze Marcel. Ja. Ja, met zijn diarree uit zijn mond, die een mens... Allee, als dat zoveel weken duurt, je kunt daaraan aan doodgaan door uitdroging. Dus ik heb voor hem een cadeautje meegebracht. Ja. En hij moet dat langs onderop steken. Suppositoires, Imodium. Ja. Ja. Dat is dan ook helemaal geregeld. Heel fijn. Tussen haakjes, Marieke trouwens. Welk liedje ga jij zingen voor Eurosong? Ik weet het niet. Het nummer... Els, het nummer Ik weet het niet... Hadden we dat maar gebracht, dat is een geweldige niet, hè? Dat is een geweldige niet, ja, dat is te laat, spijtig genoeg. En ook, die kinderen zijn hier onreglementair, want je mag maar met z'n zessen op het podium staan. Ja, oké, ik ga daar iets aan doen. Pingpong, willen de mama van deze kindjes hun dochtertjes en zoontje komen ophalen aan het zwembad, alstublieft, dringend. Ja, jullie mogen naar de mama's en de papa's en de andere popgroepen. Oké, dames en heren, Els de Schepper! Wat succes! De
eerste keer kwam Elze Schepper naar Eurosong als een ontplofte kinderknuffel met een slappe lach. De tweede finale zag ze er eerder uit als een patente popprinses. En nu, in de finale, staat ze er volledig. Met het enige Nederlandstalige liedje. Als ik je morgen ergens tegenkom. En mocht het van haar afhangen, dan was dat morgen gewoon in Athene. Elze Schepper. Als ik je morgen ergens tegenkom, dan weet ik dat ik vaar voor je fonkelende ogen over wat ik zeggen zou. Als ik je morgen ergens tegenkom, dan weet ik dat ik smelt voor je wondermooie lichaam en voor al wat je vertelt. Ook al is er veel veranderd in het leven dat ik leid, en als ik achterom kijk is er weinig dat me spijt, maar er was iets tussen ons, ik raak. Morgen ergens tegenkomt, zal het knagen binnenin. Het was kiezen en verliezen, geen weg daar tussenin. Ook al is er veel veranderd in het leven dat ik leid, en als ik achterom kijk is er weinig dat me spijt, maar er was iets tussen ons, ik raak het nooit. In de grote finale. Als ik je morgen ergens tegenkom. Laat ons beginnen bij Johnny Logan. Okay. Hi Els. Okay. Welcome to the final. Should get that over with first. I didn't know you had kids. Hij wist niet dat je kinderen had. Yeah, there are a lot of kids. Oh, yeah, cutie angels, veel kinderen. You know? Little angels. I always saw you as a little bit of a devil. Yeah. You know? Dus het waren engeltjes, maar of dat ze jou misschien als een soort duiveltje zagen, ja. Yeah. Anyway, the song gets better each time I listen to it. Het liedje wordt telkens beter, dus wanneer je het ziet. I'm almost afraid to say I enjoyed the lift at the end of the bridge. Hij vindt nu eigenlijk dat er een lift zit aan het einde van de bruggetje. Anyway, I'd really like to. I would like to hear strings as well on the outro, but that's je a different thing altogether. Nee, violen. You did great. Wordt later op de avond. Ja, yeah. Violen, violence. You did great, yes, and yes. I love the dress. Okay. Okay. Yeah. I'm quit while I'm ahead. Ik geloof dat hij heel content is over u, onze Johnny. Dat is goed. Dan gaan we naar Marcel van Til. Ja, zeker. Ik vind dat wel geweldig. Enfin, dit geheel tussendoor. Je krijgt dus zo'n doos. In het Nederlands staat erop tegen diarree. Maar in het Engels is het dus
for diarrhea. Dus ik zal het niet doorgeven aan Johnny, anders zit hij zelfs met de diarree. En het is ook heel erg aardig, dat zijn dus smelttabletten. Ik dacht, bij diarree is toch gewoon anti-smelttabletten? Enfin, toch bedankt. Zeg, wat ik eigenaardig vind, is waarom sturen wij een Nederlandstalig lied naar Athene? Ze spreken daar toch Grieks? Waarom doe je het niet in Spaans? Enfin, zo kunnen we wel bezig blijven. Maar ik vind het wel het meest verrassende vocale einde. Even toch serieus over de muziek. Ik vind het een van de mooiste eindes, omdat je helemaal een andere sprong neemt daar. Oké, de Bush-sfeer komt daardoor echt, echt heel mooi. Maar ik vind wel dat de Wiedergutmachung met Els de Schepper nu lang genoeg geduurd heeft. Je zegt, er was iets tussen ons. Ja, en nu is het gedaan. Ja. We gaan naar André Vermeulen. Ja, ik ben helemaal niet akkoord met Parcel, want ik vind dit een internationaal klinkende productie. Een heel sfeervol arrangement. Een briljante persoonlijke vertolking met passie, theatraliteit. Dingen die bijvoorbeeld in Oost-Europa zouden kunnen aanslaan. Dat allemaal samen maakt, vind ik, dat je taalbarrières doorbreekt. En als liedjes in het Servo-Kroatisch of in het Sanomees te beden kunnen worden, dan zie ik niet in waarom dat in het Nederlands niet zou kunnen. Er zit iets Oost-Europees in jou, zeer fijn. En zeer goede woorden ook van André Vermeulen. Jasmin. Ik ga verder op het elan van Johnny. Jammer dat je niet naakt bent gekomen, Els. Ja, dat zou jij wel leuk gevonden hebben. Ja. Voilà. Ja, Johnny ook. Johnny, ja, wat wil je zeggen? Ja. Die niet lopen. Hey. I just wanted to ask if you mentioned. Yeah, what would you like to ask? I just wanted to know. Nobody explained this. If you mention a product on the television, do you get free ones? You get free ones for the rest of your life. Ik krijg een gezicht voor Mama. Ik eis hier als voorzitter dat er hier over muziek geklapt wordt. What would you like to say, John? Could I see the camera for a second? What would you say? Could I see the camera for a second? Yeah. Okay. Where is it? Ferrari. Dit knippen we uit, ik kan het ook niet vertalen. Goed, Jasmin. Ja. We zitten nog in Eurosong. In Eurosong zitten we. In Eurosong, ja. Oké. Ik wil even zeggen, Els, ik vind dat je zang geweldig is gegroeid. Elke keer het meer zingt, wordt het beter. Je hebt een hele degelijke song, dat is iets wat Johnny ook al zei. Wat wel dan meerdere beluisteringen vraagt, dat heb je met degelijke songs. Ik ben heel blij dat je dat via deze wedstrijd hebt kunnen doen, daar aandacht voor gekregen hebt. Dus als je over de slagpartij moet hebben, Belgische hit, ja. Athene, zeg ik nee. Mogen we je nog een hele mooie avond wensen, prinses, ja. Superster. En mensen, ze moeten nog bellen, hè? Ja, voilà. Dat ze maar doen, hè. Veel succes, Els de Schepper! Men is het er volledig over eens. Sinds vorige week is er misschien toevallig een echt stijlvolle act binnengeslopen in Eurosong 2006. Dames en heren, u hebt hier, want we zijn hier met heel velen, u hebt hier soms een moeilijke staanplaats of een wat ambetant zittend zitje. Zij heeft hier gewoon drie zetels. Dat is nog wel iets anders. We hebben het natuurlijk over the artist formerly known as the Chameleon, ook wel Petra genoemd, en ze heet nu La Sacra. Ik ben een tijdje uit de dagbladen gebleven en uit de boekjes en van tv weg geweest. Maar ik ben nooit van het podium weggebleven. Ik ben nogal een eigenzinnig type. Ik denk dat het bij mij altijd een beetje erop of eronder is. Ik wil een gevoel meegeven van de jaren 30. Een jazzy song, een warme sfeer. We zijn verliefd, we zijn gelukkig. Wonderland. Dit is wat de mensen in Europa op dit moment willen horen en zien. Dus 9 punten voor La Sacra. Als je 9 punten krijgt van de vakjury, dan is dat een heel goed begin van de avond. Wat vond u thuis, dames en heren? 9 punten voor La Sacra. De 9 punten gaan naar La Sacra. En 9 voor La Sacra. Het is La Sacra, het is Peter. Ik ga onthouden dat ik gelijk had om door te zetten. Als ik naar Athene mag gaan, dan wil ik dat graag doen in naam van alle mensen die in mij geloofden toen er maar heel weinig in mij geloofden. Alsjeblieft. Landgenoten, La Sacra!
Petra, dag La Sacra. Deze superreacties, deze ongelooflijke reacties, wat doen die met een mens? Dat is ongelooflijk, hè? Alsof heel wat mensen uit een Petra-winterslaap zijn ontwaakt. Van min 100 naar plus 100. Het is geweldig en het doet enorm veel deugd, echt waar. Zie je het ook als een zoete wraak? Oh nee, ik ben niet het wraaktype, het revanche-type. Ik geniet gewoon van wat me overkomt. En ik hoop gewoon voor alle anderen ook het beste. Dat is gewoon zo. Ja, trouwens, we mogen dat allemaal niet onderschatten. Je eerste, dat is ook wel heel lief. Iemand die de andere finalisten veel toewenst. Je staat er, jij niet alleen, maar ook je zetels en je gezelschap. Het lijkt alsof jullie elkaar goed kennen. Wij zijn eigenlijk één grote familie. Wij kennen elkaar al 2 jaar. Ondertussen in de stage hebben we er 250, denk ik, optredens op zitten. Dus wij voelen elkaar perfect aan. Wij komen heel goed overeen. En dat voelen wij ook op het podium. En ik hoop de mensen thuis ook. Hè. Wat is je favoriete Walt Disney-figuur? Het beest. En als je zou moeten kiezen tussen twee mensen waarmee je vergeleken wordt, Marlene Dietrich of Madonna, wat kies je dan? Nicole. Van het Hugo dan, hè. Nicole van Hugo, dames en heren, maar die staat nog een trapje hoger. Heel veel succes, La Sacra! Petra gaf strenge richtlijnen aan onder meer Clouseau-bassist Vincent Pirins en Patrick Hamilton. En zo ontstond Wonderland. We weten het allemaal, vingerknip jazz in de strofes en dan plotseling big band feest in de refreinen. Met een stijlvolle knipoog naar de tijd toen Ava Gardner nog sprak. Gaat Petra naar Euro Wonderland? We gaan het snel weten. La Sacra. You down, but there was something in your eyes that knocked me out, and then I fell.
Ik zie het allemaal geer en af. Ja. Marcel? Zal dit liedje opvallen? Dit liedje zal opvallen op het Songfestival. Ja. Dat zeggen heel veel mensen. Muzikaal gesproken blijf ik er nog altijd een probleem mee hebben. Ik vind dat het strofengedeelte geweldig. Maar dan gaat er opeens een deur open. Oeh, sorry, verkeerd feestje. Bong. Het is gewoon een totaal ander nummer. En ik blijf het daar moeilijk mee hebben. Maar ik hoor dus veel stemmen uit Eurosong Middens en andere fans die dit fantastisch vinden. Ik persoonlijk, ik weet het nog altijd niet. Maar ik wil graag eindigen met een Johnny Logan. Great performance, nice dress en lada, lada, lada. Hij zei Ferrari, geloof ik. Oké, ja. We gaan naar André Vermeulen. Ja, Petra. België scoort het best op het Songfestival als we net buiten de lijntjes kleuren en als we iets verrassends durven brengen. En dat is hier het geval. Je gebruikt wel een aantal typische Songfestival-elementen, maar je doet er iets origineels bij. Want je voegt er swing en big band aan toe. En daardoor is het net ook het juiste liedje op het juiste moment. Want swing, big band, jazz... Al die dingen zijn weer helemaal in. En ik heb het al eens gezegd de vorige keer, zowat elk Europees tv-station heeft tegenwoordig een dansprogramma. Dat zit er ook helemaal in jouw act. Dus ik denk dat dit echt jouw moment is. Het is met stijl en met klasse gedaan. Het is ook iets voor jong en minder jong, dus voor alle generaties. Dus ik zou zeggen, naar Athene, La Sacra. Dit klinkt als een pleidooi. We gaan naar Jasmin. Ja, ja. Iedereen fan, hè? Iedereen fan. Iedereen mee in jouw trip ook. Dat moet jou ook, denk ik, zeer goed doen. Voilà. Wat ik jammer vond, is dat de backings vandaag niet live werden gezongen. Dat maakt het dat voor mij... Dat is met één zangeres zo opgelost, ja? Jasmin. Ga je dat met wel. Één doen? Ja. Ik heb ja, dat is in de studio ook zo gebeurd. Dus één is geen probleem. En jij zelf ook, denk ik, zit erin. Dacht ik dat je zelf ook in zit. Ah, oké. Helemaal niet. Dat is Nina Babette. Dus als eentje genoeg is, oké, dan... Maar het maakt het mij vandaag iets moeilijker om... Een goed oordeel te vellen, dat begrijp je wel, denk ik. Ik ben heel blij dat Eurosong voor jou een echte comeback is geworden. Dus u mag van mij veel punten verwachten. Dan gaan we nog snel naar Mr. Logan. Nee? Ferrari. Johnny! I'll get back to it, okay. And once again, I love the verses in this song. And once again, if it goes through, you really should keep the director's sepia tone effect at the beginning, because it really does set the tone for the song. Hij is wel gek van de strofes en je moet die sepia houden. Je moet zeggen, neem dan aan in Athene, want ik weet dat die dus die bruine tonen moeten houden. Ja. The chorus, it throws the song into a different world. And if the thing I wrote here at the end was... If Belgium is looking for something different, with a real chance of winning the Eurovision, this is it. Als België zoekt naar het verschil, iets wat echt het verschil kan maken, dan is dit het, zegt Mr. Logan. Ik zou zeggen, La Sacra G. Dat is heel La Sacra. Ja. Ella en Doreen, hoe is de sfeer achter de schermen? Als ik je morgen ergens tegenkom... Dan weet ik dat ik... That's the thing to do. Lees de duur van je ding. Vorige week zei Roxanne dat ze jouw boek had gelezen. En het volgende ding dat er gebeurde is, Roxanne lag eruit. Korte reactie. Ik stel voor dat alle kandidaten nu nog tijdens witsen al mijn boeken lezen. Ja. Ja. Ella, wat zei Johnny Logan nu net weer over Petra? Want ik... Siepje... I really like the verses in your song. And I really like the sepia tone that was going on. You should keep that throughout the whole song. And I was also thinking that maybe near the end you should want to have a lift with the last chorus. And I also think that that furniture on the podium, whatever happens to that furniture, to that sofa in his future career, I wish him the very best. Wow. Throughout this contest, I became a fan of some people, and you are one of those people. Wow. You blew me away. Petra, je weet toch dat als je naar Athene vertrekt, dat je met Ryanair maar 15 kilogram bagage mag meenemen? Verdenk jij Kate Ryan van Ryanair van een boycott? Want let's face it, zonder jouw zetels is je act niet wat het geweest is. Als ik naar Athene mag, dan duw ik ze zelf persoonlijk naar Ginder. Of ik ben ze op Murg of zo. Ik vind wel een manier. Ja. Je vraagt Johnny Logan om ze te duwen. Oké, Bart? Kay, echte R&B.
uit Leuven, dat moet haast Kay Styles zijn, dames en heren. Onze uit Ghana ingeweken landgenoot die in L.A. clips maakte met onder meer het team van George Michael en ook daar veel respect oogste. Dames en heren, tonight in the house. En the house, dat is hier eigenlijk Studio 100. The home of Wizzy en Whoppy en Kay Bouter Plop. Niemand minder dan Kay Styles. Kay Styles! Wat ik doe in België is niet zo heel gekend tot nu toe. Dus de eerste keer dat ik aan dergelijk programma deelneem eigenlijk. En het resultaat is eigenlijk al boven mijn verwachtingen. I don't know where to begin. You just blew me away. Ja, Johnny Logan was heel positief. Ik denk dat de meeste kandidaten vooral willen horen wat Johnny Logan zegt. This is not what the Eurovision is about. It is what the Eurovision should be about. Dus 9 punten voor Kay Styles. Wel bedankt, fuck jullie. Mijn gsm is op tilt geslagen. Ik krijg constant dat zijn message echt tof gedaan. Proficiat ook van mensen die ik al lang niet meer gehoord en zo. Dus mensen steunen mij wel. En ook, ik ben songwriter, ik schrijf de teksten. Dus mensen zien mij echt wel als een volledig pakket artiest. Niet iemand die gemaakt is. Ik heb een speciale jeugd achter de rug. Mijn moeder is uitgewezen, ik in principe ook, maar er heeft een gezin voor mij gezorgd. Die mensen hebben alles gedaan, al het mogelijk om mij hier te houden. En daarom ben ik ook hier uiteindelijk gebleven en ik sta hier op Eurosong. Iedereen weet wie ik ben nu in één keer. Dus ja, voor die mensen allemaal eigenlijk doe ik dat. En vooral voor mijn moeder ook, voor te tonen van kijk, ik ben hier in dit land, ik doe mijn ding, ik probeer iets te bereiken in mijn leven. Het land waar ik uiteindelijk ben uitgewezen geweest, de kans is heel groot dat ik dit land, ditzelfde land, nog ga mogen vertegenwoordigen. Dat is heel positief. Missie geslaagd. Mr. Kay Styles! Zeer welkom, Kay. Zeer welkom. Aan wie wil je dit succes, deze mogelijke overwinning zelfs, opdragen? Aan iedereen dat mij gesteund heeft, in goede en slechte tijden. Ook toen je 6 jaar was, maar ook je fans nu, want er zijn heel veel Kay Style-fans in dit land en dat is natuurlijk leuk. Wat die fans en vooral de meisjes zich wel eens afvragen, Kay, wat is eigenlijk de kleur van die zijn ogen? Wacht, ik zal mijn pet 2 millimeter hoger zetten, zo. Is dat nog wel cool? Ja. Dat is cool. Ja, oké, okay. Dat is heel fijn. En dan zie je, het is Bambi-bruin eigenlijk, dus het is heel mooi. Je hebt heel veel opleidingen gevolgd. Je hebt bijvoorbeeld traiteur hotelschool gedaan. Wat is jouw favoriete saus? Peperoomsaus en liefst heel pikant. En dat zeg je ook zo met die mooie warme stem. Je hebt ook een bakkersopleiding gevolgd. Wit of bruin? Bruin. Oké. Men zegt over jou, hij is eigenlijk heel timide. Je bent een totaalpakket, want je gaat produceren, je schrijft zelf je songs, je rapt, je doet alles zelf. Maar eigenlijk is hij timide. Hoe overwin je dat dan? Ik denk gewoon door rustig te blijven, door mijn eigen te blijven. En ik denk gewoon door mijn vrij rustige uitstraling dat mensen denken dat ik timide ben, maar I'm okay. Right. En ben je echt zo romantisch als je liedje doet uitschijnen? Soms. Kay Styles! Kay Styles! Kay Styles heeft het nummer zelf geschreven. Het is een wonderlijke combinatie van een songwriter, een rapper, een romantische zanger en dat allemaal met die korrelige, mooie soulstem. Een witte raaf, zoals ze zeggen. Dames en heren, en het refrein is een oorworm. Onze voorlaatste finalist is Mr. Kay Styles. Well, I don't know how to say this right here, but the very first time I saw you, baby, I just knew from the very first time that you were one of a kind. And that's why I love your profile. I wasn't sure about the words you said that you would be mine. I wasn't sure about the words you said that you one of a kind. But as I'm looking through the window and the sun starts to shine, I reminisce about the days you used to cruise around. I used to pick you up in my pickup truck. Yeah, you was the cover girl, no need to make you up. Life flipped, said, never really was between you and me. Yeah. I love your profile, baby. Love the beauty smile, baby. But most of all, girl, I love the way you are. Yeah. Yeah, I used to be a player, but not anymore. And the reason is you, 'cause you're the girl.
good that I saw. So fresh, she applauded, you know that I got a thing going on. That's why I'm writing this song, cause in my hook line, baby girl, this is where you belong. I got the things that you need, even the air that I breathe. I will share it all with you, cause you're the girl that I need. Your profile, baby, yeah. I love your profile, baby. Love your pretty smile, lady. But most of all, girl, I love the way you are. I love your smile, baby. I love your profile, baby. Love your pretty smile, lady. But most of all, girl, I love the way you are. Cause yeah, it's special. You're my sunshine. You're my Valentine. You're my angel. When you're not around, you're my sunshine. You're my profile, girl, and let me see those hands and make it clap, clap for me. My profile, girl, my profile, girl. If you're my profile, girl, let me see those hands and make it clap, clap for me. My profile, girl, my profile, girl. I love your profile, baby. Love your beauty, smile, lady. But most of all, girl, I love the way you are. Yes, I love your profile. K-Styles and Profile. K-Styles. Let's go to the VAC jury. Yeah. We beginnen bijvoorbeeld bij Jasmine. Ja, Kay, ik ben blij dat met jouw deelname hier een statement is gemaakt dat een song voor het Songfestival best wel eens anders mag zijn. Ik denk dat je van deze zeven mensen de underdog-rol hebt gekregen. Ik vermoed dat je dat niet zal helpen bij de puntentelling straks. Of misschien net wel, vanaf hoe je het bekijkt. Met een soort rop of eronder, lijkt me, wat je vanavond hier zal krijgen van punten. Maar volgens mij kan je dat eigenlijk geen bal schelen. Want is het voor jou gewoon al geweldig geweest? Je hebt een goede song, goede sfeer. Dus voilà. Ik denk dat het voor jou wel begonnen is nu. Dus... Dat is wel vertrokken. André Vermeulen. Ja, ik blijf het een sfeervol liedje vinden, maar wel een beetje repetitief. Weinig woorden die vaak terugkomen. Je kijkt wel veel meer in de camera, je legt dus veel meer contact met het publiek en dat vind ik een hele goede evolutie. Wat het Athene betreft, ik ben een beetje bang dat dit liedje zich niet genoeg opdringt in een rij van 24 op zo'n songfestivalavond. Dan willen we graag de mening horen van Mr. Logan, van Johnny Logan. I love your profile, baby. Love your pretty smile, baby. Yeah. But most of all, I love you. But it's easy for me. You know, I nailed my colors to Kay already in this show. I think he's great. I love his voice. I love the song. It sounds like a hit from the beginning to the end. You remember LL Cool J and I Need Love, stuff like this. It's not that far away from there. Hij zei het al, vanaf het begin heeft je altijd gesteund en altijd gezegd, je bent zijn favoriet. En dat is fantastisch. Nothing has changed my mind at all. And whatever happens here tonight, you leave being the winner for me. And just one other thing for Ella. I just heard her saying something about, you know, like sort of trying to copy me. You'll have to forgive her. She's not well tonight, you know. Yeah. Earlier she saw a sign saying wet floor. So she did. Dankjewel. Ja, er was iets aan de hand met Ella, want hij dacht dat hij even zichzelf hoorde, maar dat heeft met andere dingen te maken. Zo, geen probleem. Maar over Kay Styles was de heer Logan wel meer dan lovend. We gaan naar Marcel van Tilt. Kay, ik heb je gezicht gezien. Heel belangrijk, echt heel goed. Je hebt echt de camera gepakt met die ogen. Oh, kijk, dat vind ik tof. En dat was de vorige keer niet zo. Heb je nu wel gedaan, zeer goed. Ik ben ook niet zeker of dit liedje genoeg in your face is, in je gezicht. Het is heel
zacht, het is heel lief. Misschien staat het er niet genoeg uit op zo'n songfestival. Anderzijds kan je even goed zeggen, misschien is heel dat songfestival eind mei allemaal Hoenpapa, Abba-klonen tot en met. En valt het net wel op. Dus misschien moeten we wel dat risico nemen. In elk geval, denk ik, ja, dat hangt van de context af. En die kennen we niet. Ik zou dat risico wel durven nemen. En als je het niet haalt, ga je mij wel op de A12 zien cruisen met jouw muziek erop. Met zo'n smaal op mijn gezicht. Johnny en Marcel hebben duidelijk het aangesproken. Kay Styles. Oké. Okay. De laatste finaliste durft wel eens met haar knie zwengelen. Haar liedje is ook weer genadeloos commercieel. In haar vrije tijd ontwerpt ze ook juwelen. De toekomst ziet er voor haar zo zonnig uit dat ze voor alle zekerheid ook maar een zonnebrillenlijn heeft gecreëerd. Er zit nog lang geen sleet op Ryan Kate. Ik voel mij goed in het nummer. Ik heb het nummer meegeschreven. En natuurlijk wil ik heel graag naar Athene gaan. Het zou stom zijn moest ik zeggen, ja nee, ik ben tevreden met finale. Ik ben ook tevreden, absoluut. Maar ik wil uiteraard naar Athene gaan. Ik was tevreden van de generale repetitie ook. De zang zat goed, de act zat goed, de kledij zat goed. En je hebt vandaag ook een bijzondere winnersblik en dat vind ik top. Ik voelde me ook heel zelfzeker op het podium. En dan nog gewonnen ook, dus dat is super. Ik hoop dat die blik erin blijft in de finale. Ik vond de commentaren van de jury terecht. Marcel van Tilt is Marcel van Tilt en ik moet daar zeker op mee lachen. En dat dansje, heel leuk om het verkeer te regelen op het Vierarmenkruispunt. Maar hier, potsierlijk. Een zwengelknie is dus het pasje dat we in de choreografie doen. Er zijn al veel mensen die het zitten na te doen, dus leven de zwengelknie. Mijn mama is 5 jaar geleden gestorven. En ze was eigenlijk een beetje mijn nummer 1 fan. Ik ben er wel zeker van dat ze het nog zal opvolgen nu. En aan het meestemmen is, wie weet. Moest Vlaanderen mij naar Athene sturen, dan draag ik het nummer zeker en vast op aan mijn lieve mama. Vlaanderen, Kate Ryan! Voor uw komst naar de studio. En mag ik je meteen feliciteren met je volledig nieuwe haarkoepen? Vind je het schoon, Bart? Ik vind het uitzonderlijk sexy. Echt waar. En ik vind het ook veel mooier dan bijvoorbeeld... het is nog maar een week of twee geleden. En dan stond je hier met dat frullekenskapsel meer. Hè? En dit is veel mooier dan je Mozart-look eigenlijk. Want je hebt een geluksbrenger, dat is je klavertje 4. Waar zit je klavertje 4 verborgen vanavond? Wel, ik heb het al eens in mijn laarzen gestoken. En ik ben het nu aan het lospeuteren. Ik heb het nu hier gestoken. Eens even... Oh ja. In een plasticje, dat ik het zeker niet kwijt doe. Het is gewoon echt een gedroogd klavertje 4, dames en heren. Alles kan helpen. Je bent zeker dat je niet naar Amsterdam bent? Nee, wat? Oké, dat is iets helemaal anders. Je durft wel eens onzeker zijn. En op het podium merk je daar nooit iets van. Hoe komt dat? Ik ben zeker en vast wel eens onzeker geweest, maar op het podium voel ik mij heel goed. Ik ben er vandaag volledig klaar voor en ik voel mij zeker en vast niet onzeker. Oké, maar dat moet, want je gaat trouwens, en dat is ook een teken van zekerheid, je gaat alles nog veranderen. Hè? Wat ga je aanpassen in je liedje? Ja, we gaan dus alles live doen. Ik heb 2 backings bij van Zweden. Ja, dat zijn... Hallo, ladies. Dat is Janet en Britta. Ja. Zeer fijn. Kan je even een soundcheck doen van hoe dat klinkt met echte backing vocals? Heb je een microfoon? Ja, oké. Okay. Ladies? Ja, stukje. 1, 2. Je t'adore, here's my heart, so take it. Je t'adore, only you can break it. You got me falling to the floor. Anywhere you want, I'm yours. Je t'adore. Daarom heeft God de live muziek uitgevonden. Kate Ryan, nog één klein ding. Ja, nog één klein ding. Dat is met die kniezwengel, hè? Met die kniezwengel. Je moet daar naar het schijn toch mee uitkijken, want er is een andere Vlaming geweest en die heeft een armzwengel gedaan op het Songfestival. Zo, hè? Armzwengel. Kijk. En toen kwam jij. Hup, hup. Hup. En hij was spijtig genoeg verloren. Veel succes, Kate Ryan.
Ja, er gebeuren vandaag dingen veel liver dan u dacht, live waar u bij zit. Engelstaligen zouden je t'adore kunnen verstaan als shut the door, maar dat is niet zo. Want Engelsen vinden Frans exotisch. Engelsen vinden Spaans trouwens ook exotisch. Dames en heren, een beetje Frans en veel Engels tussen de kniezwengels je t'adore, Kate Ryan. We beginnen bij Johnny Logan. Hiya. This is the most Eurovision song in the song contest. Dit is het meest Eurovisie liedje in het hele wedstrijd gegeven. And you know, I can see the headlines tomorrow if you do win, because Kate is great. Okay. Kate Ryan mag er zijn morgen in de krant. I just wonder, you know, is it going to jump out in the company of the other Eurovision songs? It probably will do. And the very best of luck to you. Hey. Ik denk dat het er niet tegenstaande een Eurovisie-nummer is, er toch ook nog zou kunnen uitspringen. Dus zeer goed. En we gaan naar André Vermeulen. Ja, ik heb twee argumenten pro. Het liedje is oké in het genre. En je bent bekend in een aantal buitenlanden. Maar welk genre je ook brengt op het Songfestival, moet je altijd de beste zijn in je genre. En het risico bestaat, want elk jaar zijn er zo'n heleboel liedjes in dit genre. Misschien wel een stuk of 10. Dus het risico bestaat dat er ook ergens eentje bij zit dat beter is. Björn van ABBA zei daarnet al, probeer niet te klinken zoals ABBA. Ik vind dit toch wel een beetje ABBA, Zweedse school. Dit is veel moderner en heeft niks met ABBA te maken. Dat is niet waar. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje bang dat we een heel groot risico nemen als we je met dit liedje sturen.
Men is het lang niet met je eens, André. Jasmin. Ik moet zeggen, ik hou meer van deze look voor jou. Wat natureller. Ik vind het wat meer klasse hebben. Je was iets minder ontspannen dan de vorige keren, maar ik denk dat dat de zenuwen van vanavond wel heel wat te maken heeft. Je backings zijn geweldig. Woehoe! Absoluut. Dit aan, ja. Echt. Ze spreiden je bedje fijn, zoals ze dat dan noemen. Dan komen we bij de vraag Athene of niet. Of misschien de vraag iets opvallends sturen of iets dat echt Eurosong is. Nu, ik kijk zelf graag naar het Songfestival met de vrienden, met de nootjes en de punten geven bij. En dan toch vooral voor dit soort songs. Sommigen vinden dit een risico. Wel, ik hou van een goed risico. Jij moet gaan. Klare taal van Jasmin. We gaan naar Marcel van Tilt. Wat kan ik nog zeggen? Je t'adore, ik aanbid je, ik liebe dich, of in het Grieks, amai mijn knossels. Ik heb je plaatje deze week echt 3 keer gehoord. 1 keer bij een benzinestation. Ik heb toen Super 98 op mijn broek gesmodderd. 1 keer in een speeltuin. Ik ben met een kleine even kwijtgeraakt, het kind dus. En nog gisteren namiddag in een crèmerie. Ik heb serieus mijn banana gesplit. Ik werd er gewoon telkens blij van. Zelfs mijn knieën begonnen raar te doen. Dus ik zou zeggen, cut de crappels. Acropolis, adieu. Het zou wel eens Acropolis, bonjour kunnen zijn. Maar let ook op wat André gezegd heeft. Het is een gedeelde mening. Ik zou zeggen, Kate, we bellen nog en de eenkijker ook. Kate Ryan. Ella en Doreen, ik wil jullie zien. I love you profound, baby. Love you pretty smart, lady. But most of all, girl. Je t'adore and I can't conceal it. Like the wind. Bart, laat mij alsjeblieft als achtste optreden. Ik weet dat ik het kan, ik weet het. Sorry, Vanessa, regels zijn regels. Yeah, alright. Kay, ik moet u iets zeggen. Gisteren zijn mijn zus Doreen en ik naar je site gaan kijken en turns out, jij hebt een goddelijk aanrader. Ja. Waarom speel je dat niet uit? Je hebt dan zo altijd kleren aan en zo. En zo op de groei gekocht, zo goed ingedeveld. Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is zeker een bewuste keuze. Ik zal mijn kleren uitdoen wanneer ik zin heb om die uit te doen. Dus geen Marcelleke voor Eurosong? Nou, ik vrees van niet. Oké, eigenlijk ben je van de 7 finalisten het enige nieuwe gezicht voor de kijkers thuis. Voor Eurosong. Hoe voelt dat nu? Want elke week, ik kan me inbeelden, ben je toch echt wel nog wat bekender geworden. Dat geeft een goed gevoel. Dat geeft een zeker gevoel dat de mensen de urban hip-hop scene in België wel leren appreciëren. En dat was ook mijn missie. Kan jij nog alleen naar de Deleuze? Ik kan alleen naar de Deleuze, maar ik ga altijd naar de nachtwinkel, want ik ga altijd heel laat slapen. Dus dat is, maar daar hebben ze geen patatten, hè? Nee, ik... Kate, je bent er ondertussen komen bijzitten. Ik ben nog een beetje aan het bekomen, hè? Sorry, ik ben nog een beetje aan het bekomen. Ik begrijp het. Je was onterecht veel te zenuwachtig. Ik was wel een beetje zenuwachtig, ja. Kempis is blijkbaar een universele taal. Kan je misschien je refrein voor de laatste keer voor mij eens in het Kempis brengen? Dan moet ik eens even nadenken. Hè. Ik zie Nageren, kom net toch eens hier. Ik zie Nageren, je zei een toffe mie. Yay! Bart, wij zijn klaar voor Athene. Dames en heren, u heeft de 7 finalisten gehoord en de regels blijven hetzelfde. U kan maar 1 keer stemmen per kandidaat. Als u bijvoorbeeld daar op de zetel nu een andere mening heeft dan u, dan kunnen jullie allebei bellen met hetzelfde toestel, maar dan op 2 verschillende kandidaten. Als u een bezet toon hoort, dan moet u het nog maar eens proberen. En pas op, beste eenkijker, u telt vanavond 3-dubbel. En als u belt, maakt u ook nog kans op een fijne prijs. Inderdaad, in het kielzog van de winnaar van Eurosong 2006 vliegt u in mei met 2 personen naar Athene, een bruisende stad met vele gezichten, waaronder de Acropolis en Olympia. En er is meer, want u krijgt 2 exclusieve toegangskaarten voor het grote Eurovisie Songfestival. U aangeboden door Jetair, uw mooiste tijd van het jaar. Oh la la, u kan zelf ook naar het Songfestival. Het is de moeite. U kan pas bellen als alle telefoonnummers gegeven zijn. Dat hoort zo, dat is ook het wedstrijdreglement, dames en heren. Het is heel simpel. Als u wilt telefoneren, dan moet u het nummer 0905 5610 bellen met
daarop volgend het rugnummer van de favoriet van uw keuze. Bijvoorbeeld voor Barbara Dex zou dat zijn 09055611. En als u wil sms'en, dan stuurt u gewoon een sms-boodschap van 1 tot 7 naar het sms-nummer 3470. Dat is allemaal duidelijk. De rugnummers, dan nog even. Oh ja, de digitale medemensen die horen te drukken op een rode knop. Ik kan me het zelf nog altijd niet goed voorstellen, maar het is gewoon voor de telenetters zo. Barbara Dex is 1. Brahim is 2. Belle Perez is 3. Else Schepper is 4. La Sacra is 5. Kay Styles is 6. En Kate Ryan is 7. We hebben alle nummers gegeven, dus Vlaanderen, het is nu aan u en we rekenen op uw mening. Alsjeblieft, hier is een kort overzicht. Dat waren ze, alle 7 de liedjes. We krijgen net door dat bijvoorbeeld bij Barbara Dex het telefoonnummer niet duidelijk vermeld werd. Dus het telefoonnummer is in ieder geval 09055610. In het geval van Barbara zit er een 1 achter. En verder heb je een 2, een 3, een 4, een 5, een 6 en een 7. U ziet het op uw scherm. Maar dat is belangrijk, want het gebeurt allemaal live waar u bij zit. Ondertussen staat hier ook bij ons mevrouw de voorzitter van de vakjury. Jasmin, kun jij zo... Binnenkort zo is niet bij ons thuis al eens wat punten komen voorlezen, want ik ga u missen. Allee, het is goed. Maar ik wil nog één ding zeggen. Als voorzitter vond ik dat ook even belangrijk. Het even over gehad. We willen graag een pluim geven aan jou, Bart. En aan Ella en Doreen voor de fijne presentatie van... Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, er was nog een algemeen... Ga je dat niet geren? Nee. Ik weet het. Nee. Maar nog even over het algemene verzoek. Ja, algemeen verzoek is ons verzocht om onze persoonlijke top 3 mee te geven. En dat vinden we zelf ook een zeer goed idee. Dus dat klopt natuurlijk. Zo'n vakjury, dat zijn 4 individuen. En nu wordt het even spannend. Ze moeten nu het achterste van hun tong laten zien. Tenminste wat brons, zilver en goud betreft. En dan beginnen we eerst bij Marcel van Tilt. Mijn nummer 3 bij Eurosong 2006 is Kay Styles. Mijn nummer 2 is... Kate Ryan. En voor mij mag naar Athene mijn nummer 1, Brahim. Dit is de persoonlijke mening van Marcel van Tilt. We gaan nu naar André Vermeulen. Mijn nummer 3 is Brahim met Power. Mijn nummer 2, Els de Schepper met Als ik je morgen ergens tegenkom. En mijn nummer 1, La Sacra en Wonderland. We gaan, want dat is verschillend en dat zal je zien, we gaan naar Mr. Logan, Johnny Logan. My number 3 is La Sacra. And my number 2 is Ibrahim. And my number 1, of course, it's Kay Styles.
Mevrouw de voorzitter, we moeten het aan u ook vragen. Dus wat is uw individuele top 3? Nummer 3, Brahim. Op nummer 2, La Sacra. En op nummer 1, Kate Ryan. En, want ik kan dat natuurlijk niet, maar opgeteld, brengt dat de volgende stand wat betreft de vakjury? Daarvoor heb je deurwaarders natuurlijk. Dat is inderdaad al even uitgeteld voor ons. Dus 1 punt. Totale punten voor de vakjury in deze finale van Eurosong 2006. 1 punt voor Else Schepper. 2 punten, zeer verrassend, Belle Perez. 3 punten van de vakjury gaan naar Barbara Dix. Komen we aan de 4 punten van de vakjury voor Kay Styles. Ja, opgeteld geeft dat soms volledig andere volgorde. We komen nu bij de grote punten van de vakjury, de top 3. Brons voor Kate Ryan. De 7 punten, zilver voor La Sacra. En dus 9 punten voor Brahim. 9 punten voor Brahim. Wel bedankt, mevrouw de juryvoorzitter. Oké. We kijken wat dat betekent. Dus het brons gaat naar Kate Ryan, als het van de vakjury zou afhangen. Het zilver gaat naar La Sacra. En het goud gaat naar Brahim, dames en heren. Alles kan nog veranderen. De eerste gewaardeerde mening is natuurlijk binnen. Maar straks, na Witse, dames en heren, komen we bij u terug met de moeder aller puntentellingen. Namelijk de mening van Europa, want die volgen via internet. En uw drie dubbel tellende mening. Björn van Abba, gaat Vlaanderen de juiste act sturen? Björn? I don't know. That's a good question. Dat horen we wel straks. Tot straks. Brahim kreeg van de vakjury de meeste punten, maar is dat ook uw oordeel? De keuze van de kijker is uiteraard zeer belangrijk en zometeen geven ook de verschillende juries hun punten in het tweede deel van Eurosong 2006. Het moment van de waarheid is aangebroken en dus ik ga de spanning niet langer opdrijven. Chanel, 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 we gaan rechtstreeks over naar de studio's in Schelle. 1 presenteert de CD Eurosong 2006. De nieuwste hits van de grootste Vlaamse artiesten. Nu voor de eerste keer verzameld op 1 dubbel CD. Vlieg goedkoop naar de sneeuw of de zon via jetairfly.com. Witte producten. Dames en heren, welkom bij de moeder aller puntentellingen. En daar dan nog eens de vader van. Zo ingewikkeld is het eigenlijk. Zijn Nicole en Hugo nog ter plaatse? Oké, dan kan er in principe niks mislopen. Zeer fijn. De gokchinezen, zijn die klaar om echt goede zaken te doen, heren? Ja, dat gaat heel goed. Oké, dat is zeer fijn. Dan gaan we nu... zodat ik over naar een sfeerbeeld, nog eventjes, want het werd daarnet al gezegd, Brahim staat 1 als het van de vakjury afhangt. En je weet ook dat Kate Ryan in derde positie staat, La Sacra in tweede positie en Brahim dus in eerste positie. Maar wat ik nu wil weten is een sfeerbeeld van alle finalisten door bijvoorbeeld Ella en Doreen. Dank u wel. Ja, Bart, ik zit bij Belle. Belle, ik vond het vanavond je beste optreden van de drie. En de studio was laaiend en niet alleen door het vuur. Maar hoe voel jij je nu? Want je staat niet in de top 3 voor de vakjury. Ik voel me heel goed. Ik heb daar straks alles gegeven en ik heb me geamuseerd. En voilà, er is hopelijk voor mij nog een leven na Eurosong. Ja, daar ben ik zeker van. Ik ga beginnen, Ella. Hey, ben jij niet bang dat als je naar Athene stuurt, dat je dan daarna België niet meer binnen mag? Ik heb het geluk dat alles in orde is gekomen. Toch wel. Nee, dat is niet waar. Nee, maar wat er ook gebeurt straks, jij draagt de kleuren van Griekenland en voor mijn part mag je gaan. Dorien. Petra, ik kan me inbeelden dat veel mensen thuis nu denken, waarom heeft ze nu weer dat lang kleed aan? Oeh. We can try to make... Ja, nee, het moet niet voor mij, dank je. Sorry. Ella?
spannend, hè? Volgens mij ben jij wel een beetje een stresskiek. Is dat zo? Zie je dat mij? Een beetje? Ik ben dat ook wel een beetje. En zeker nu, want ik vind het wel heel spannend. We vinden het heel spannend, Doreen. Ja, Barbara, ik denk dat Kobe nog een beetje te klein is. Maar mocht Wout vanavond meekijken tot op het einde en zo in slaap vallen op de zetel? Of... In slaap vallen? Ik denk dat hij gewoon met zijn duimpjes naar omhoog zit. Ik hoop het ook, Wout, voor u. Ik hoop het. Ella? Ariel de Zemermin, jij ziet in alles de diepere betekenis. En wat is zo volgens jou de diepere betekenis van Eurosong? Alleen God kan dat weten. En ik ben toch wel toevallig de schepper, zeker? Doreen, terug naar jou, bij Brahim. Ella en ik, wij hebben geloot en ik ben gewonnen. Dus ik mocht bij Brahim zitten, daarom is ze een beetje slecht gezien. Brahim, jij bent een wildcard en toch sta jij nu op nummer 1. Tja. Straf, ja. Dat is straf. Maar er kan nog van alles veranderen. Nee, Brahim, je hebt gewonnen. Of moest het er nog punten komen, Bart? Nu doe je me twijfelen, Doreen. Maar wel bedankt, Soul Sisters, voor deze fijne bijdrage. We doen nu even een overzicht van alle 7 de finalisten in de finale, Jo. Applaus voor alle 7 onze finalisten. Natuurlijk. Volgens de vakjury, dames en heren, gaat het brons... We kijken naar een eerste tussenstand. Gaat het brons naar Kate Ryan, het zilver naar La Sacra en het goud naar Brahim. Maar we hebben nog... Inderdaad. Maar we hebben nog de publieksjuries te gaan. En speciaal voor vanavond, voor deze finale, ook de eurojuries. En u, dames en heren thuis, we zijn vooral benieuwd naar uw resultaat, want u telt gewoon 3-dubbel vanavond. En u bent ook beslissend bij een exequo, bij een gelijke stand. De puntenstelling staat nog steeds onder leiding van gerechtsdeurwaarder van Horenbeek. Hier zijn de vertegenwoordigers van u, van het publiek en van de radiojuries. Hier zijn Guy de Pre van Radio 2. En Karen Meijnen voor Radio Donna. En niemand minder dan Dian Wouwmans, het hoofd van de VRT persdienst voor de volledige pers. Dag Guy de Pre, welkom. Radio 2 is altijd dicht bij jou, ik ga dus ook dicht bij jou staan. Maar staat de puntenstand van Radio 2 ook dicht bij die van de vakjury? Ik vrees van niet. Het ziet er helemaal anders uit, echt waar. Dat vinden wij spannend en hoest op, Guy de Pre. Ja, ik ga hier iets te horen krijgen. 1 punt gaat er van Radio 2 naar Brahim. Twee punten voor Els de Schepper. Radio 2 geeft 3 punten aan Kay Styles. 4 punten gaan er naar La Sacra.
En nu komen we bij de grote punten van de grootste radioomroep. De 5 punten, het brons is voor Barbara Dex. En nu maakt u ons benieuwd, Guy Depree. Ja, nu weten we het natuurlijk, hè, want de 7 punten van Radio 2 die gaan naar Kate Ryan. Dus 9 punten voor Belle Perez. Belle Perez, dames en heren, wel bedankt Radio 2 en Guy Depree. En we kijken naar een tussenstand. Dus na de punten van Radio 2 is dat anders. Ja, dat is helemaal anders. La Sacra en Belle Perez die staan nu samen ex aequo in tweede positie. En in eerste positie staat nu Kate Ryan. Goed. We gaan naar Karen Meijnen van Radio Donna. Is de Donna-luisteraar nog een andere mening toegedaan? Een zeer andere mening, Bart. 1 punt gaat naar Els de Schepper. De 2 punten van Radio Donna en zijn luisteraars gaan naar Barbara Dex. 3 punten voor Kay Styles. De 4 punten gaan naar Brahim. Dat is al hoger, ja. Het brons, de 5 punten zijn voor Kate Ryan. En nu maak je het best spannend, beste Karen Meijnen. 7 punten, Bart, gaan naar La Sacra. Dus 9 punten voor Belle Perez. 9 punten voor Belle Perez. Ja, dan krijg je dat weer. Wel bedankt, Radio Donna. Heel spannend. Ik probeer te kijken, maar mag ik even een tussenstand zien? Na Radio Donna, ja, het is duidelijk. Kate Ryan in bronzen positie. La Sacra, zilver en Belle Perez heeft nu goud, dames en heren. Belle Perez, ja. Maar we gaan ondertussen naar de persjury. De volledige pers is hier aanwezig. En deze mensen worden vertegenwoordigd door niemand minder dan Dianne Wouwmans van de VRT Persdienst. Maar u bent ook de stem, en dat vind ik geweldig, van de kortste quiz. Kan u eens een zin beginnen met meneer Drie? Meneer Drie, gaat u wel eens naar de meeneem Chinees? Ja, maar dat is zo. Ja. Morgen is er weer een kortste quiz, maar eerst hebben we de punten van de persjury door Dianne Wouwmans. 1 punt is er voor Barbara Dex. Dat zeg je hopelijk met het gepaste spijt in de stem. Ja. 2 punten voor Kay Styles. 3 punten voor Brahim. 4 punten voor Els de Schepper. We komen nu bij de grote punten van de pers. Ja. De pers geeft 5 punten aan Belle Perez. De allergrootste punten van de pers? Dat zijn er dan 7, Bart, voor Kate Ryan. En 9 punten voor La Sacra. Wel bedankt, Jan Wouwmans. We hebben een tussenstand. Ja, en het springt weer haasje over. Ja, we hebben 24 punten voor Kate Ryan, brons, zilver, Belle Perez en goud nu La Sacra, dames en heren. Omdat, en nu wordt het even spannend, omdat dit de finale is, hebben we ook 3 Eurojury-landen. Meer bepaald, en dat is heel goed nagegaan, de 3 Europese landen die de laatste 8 songfestivals, toeval of niet, altijd weer voor de winnaars stemden. Men kon deze uitzending in heel Europa volgen via internet, livestreaming vanavond. Dus we hebben hier gewoon de vertegenwoordigers van die 3 landen. Guten Abend, Deutschland. Könnte ich die Punkte bekommen? Van der Deutsche Jury. Allee, als je Jury heet, hè, want dat weet ik niet eens. Heißen Sie Jury? Nein, ich heiße Tina. Heiße Tina. Dag, heiße Tina. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Ja, dag. Sorry. So. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ja, können Sie bitte die Punkte geben? Ja, sicher. Thank you. Also, 1 point goes to Kay Styles. Van Duitsland, ja. 2 points go to Els de Schepper. 2 punten naar Els de Schepper. 3 points go to Brahim. 3 punten voor Brahim. 4 points go to Belle Perez. 4 punten voor Belle Perez. 5 points go to Barbara Dex. 5 punten naar Barbara Dex. 7 points go to La Chakra. La Sacra krijgt 7 punten, dus... And then finally, 9 points to Kate Ryan. Kate Ryan krijgt 9... Dank je, Duitsland. Dank u wel, deze mensen die in Duitsland hebben geholpen. Zowel de muziekkenners als... Ja, ondertussen hebben we een mevrouw uit Polen. Good evening, Poland. Good evening, Mrs. Jerwika. Drzewiecka, almost there. Drzewiecka. Drzewiecka. Who is he in Whoopi? Drzewiecka. Yes. Welcome.
Welcome, Mrs. Cierwiecka. Can you give us the votes of the Polish jury? Yes, of course. 1 point goes to Brahim. 1 point for Brahim. 2 points go to La Sacra. 2 punten voor La Sacra, ja. Yeah. 3 points go to Els de Schepper. Ja. Yeah. 4 points go to Kay Styles. Kay Styles krijgt 4 punten. 5 points go to Barbara Dex. Ja, ja, ja. 7 points go to Kate Ryan. Ja. Yeah. And finally, 9 points go to Bel Perez. Het is volgens ons weer veranderd. Dus na Duitsland was het Belle, Kate, La Sacra. Maar hoe is het nu? We kijken even. Dus La Sacra in 3e positie, Belle in 2e positie en Kate Ryan in 1e positie, dames en heren. Could we please go to Israel now? Could we have the votes from Israel? Good evening, Mr. Eliran Zonanashvili. Good evening, Bart. Hello. Hello. First of all, I would like to congratulate you for the wonderful show you had tonight. It was amazing. Thank you very much. hij zegt dat Johnny Logan heel duidelijk gesproken heeft. Ja, dat is heel goed. Could you please give us the votes of yes. the jury? Yes, sure. These are the results from the Israeli jury. Yes. 1 point goes to Kay Styles. 1 punt voor Kay Styles. 2 points go to Brahim. 2 punten voor Brahim. 3 points goes to Barbara Dex. Barbara Dex krijgt 3 punten. 4 points go to Els de Schepper. Els de Schepper krijgt 4 punten. 5 points go to La Sacra. 5 punten voor La Sacra uit Israël. 7 points goes to the beautiful Belle Perez. Dus, so the big 9 points from Israel goes to Je t'adore. Kate Ryan. Kate Ryan krijgt het maximum van de punten van Israël. Dus La Sacra, Belle en Kate, dat is nog altijd de tussenstand. Dat is de tussenstand. Op 3 La Sacra, op 2 Belle en op 1 Kate Ryan. Dames en heren, maar nu is het aan u. En zoals u weet, u telt 3 dubbel. Dat is niet weinig. U wordt vertegenwoordigd door niemand minder dan Vlaams minister-president Yves Le Terme. Welkom, meneer Le Terme. Zeg even, Björn van ABBA zou de heer Le Terme eigenlijk niet zelf met veel succes een liedje kunnen zingen op het Songfestival? I think yes, but I'm not sure. Zou de heer Le Terme dan niet beter voor het showgedeelte gewoon een geitje, een dansend geitje meenemen? Huh? Absolutely not, that's out of the question. I've seen that and it just doesn't work. Ja, dus die Björn heeft heel veel ervaring. Heb je zelf de mening van de inkijker al kunnen inkijken, meneer Le Terme? Ja. En kan u ermee leven? Zoals in de politiek heeft de kiezer altijd het laatste woord, maar ik kan ermee leven, ja. Zeer fijn, u maakt ons meer dan benieuwd. Hier gaan we, dames en heren. Dit is wat u vindt, wat de inkijker vindt. En u gaat meteen met 3 punten beginnen. 3 punten voor Els de Schepper. 6 punten voor Kay Styles. 9 punten voor Barbara Dix. 12 punten voor Belle Perez. Oei, oei, oei. 15 punten voor Brahim. En nu komen de... Ja, dames en heren, want u maakt het verschil, hè. Dus nu komen de grote punten van u. Nu kan wiskundig alles nog gebeuren. 21 punten voor La Sacra. En 27 punten voor Kate Ryan. Wel bedankt, meneer Le Terme. Wel bedankt, Yves Le Terme. En dat gaat... Het is Kate Ryan. Het is Kate Ryan. Brons voor Belle Perez, zilver voor La Sacra. En goud voor Kate Ryan. Het is Kate Ryan. Het was een verschrikkelijk spannende finale. En u hebt het tot de laatste seconde ook heel spannend gehouden, beste kijker. Dus je begrijpt dat de emoties voor zo iemand na 7 weken dan ook heel groot zijn. Niet in het minst ook
Die twee Zweedse dames die hier vanavond ook maar voor het eerst komen en die niet goed weten wat hen overkomt. Het is Kate Ryan! Zo'n dingen kunnen heel spannend zijn. Het was echt een soort draaimolen van altijd maar andere favorieten enzovoort. Ben je er zelf de hele tijd blijven in geloven, Kate Ryan? Ik ben er blijven in geloven, maar ja, het was zo spannend. Ik weet ook niet hoe ik moet zeggen nu, maar het was zo echt op neer. Ja. En ja, ik ben een beetje geëmotioneerd nu, ja. Sorry. Dat begrijp ik. Het grote werk begint voor jou nu, Kate Ryan. Want nu is het die gigantische weg naar Athene. En dat begrijp je ook, een heel land heeft nu gigantisch vertrouwen in jou gesteld. Hoe sta je daar tegenover mij en Athene? Ik kan maar één ding zeggen voor heel België. Ik ga er in Athene echt een serieuze lap op geven. Daar zijn we u heel dankbaar voor. En we zouden het heel leuk vinden om Je t'adore nu nog één keer te mogen horen. Proficiat, Kate Ryan. En het hele team. Door u, dames en heren, heeft Belle Perez brons, heeft La Sacra zilver en is er ook een prijswinnaar, dat komt nu wel door de computer, en dat is Stanny Hereman uit Herend is dat. Ik wil de vakjury heel erg bedanken voor hun gewaardeerde werk de voorbije 7 weken, dames en heren. Ik wil de fijne dames Ella en Doreen ook ongelooflijk bedanken. Volgende week wordt er op 1 pas echt naar parels gevist. Dat zal u merken. Eurosong wordt vervolgd in mei in Athene. En wel met een meisje waarop al onze hoop nu gevestigd is. Kate Ryan. Merci voor het kijken. Dit was de finale van Eurosong 2006. That's everything you are to me.